Hey, hallo lieve mensen. Leuk dat jullie allemaal zo gereageerd hebben op mijn eerste vlogje. En ik ga jullie vandaag wat vertellen over hoe ik eigenlijk ben begonnen hieraan. Voordat ik eigenlijk met het echte experiment ga beginnen. En wat ik nu zoal heb en doe. Alright. Het begon eigenlijk met dit pakket. Dit is een mooi pakket etherische olie van Young Living. Ik ben hier op het spoor gekomen door een Facebookgroep. Ik was al een tijdje bezig met geneeskrachtige kruiden en zo. En ik vond het allemaal heel interessant, maar niet echt nog ermee bezig. Dus toen kwam ik op een Facebookgroep waar ze helemaal al into de etherische olie waren. En die vrouw die biedt allerlei workshops aan en zo gratis. En ondertussen prijst ze heel erg dit merk aan. Ik heb toen op een gegeven moment dit starterspakket gekocht. Hier zitten 12 olietjes in. 10 standaard olietjes en 2 bonus olietjes. En wat ik zo tof vond hieraan is dat je hier ook zelf geld mee kon gaan verdienen. Het is namelijk een multilevel marketingbedrijf. En dat houdt in dat als jij dan iets koopt van mij, dat ik dan daar een percentage over krijg. En dat ik zo een piramide op kan gaan bouwen. Ik was dus lid geworden met dit pakket en toen kwam ik erachter dat die olietjes echt knetterduur waren. Dit viel dan nog wel mee, de starterspakket. Dit was bij elkaar €185, ook wel aan de dure kant. Maar als je dat per flesje omrekent, dan is dat nog niet eens zo gek. Want echte etherische olie is gewoon best wel duur. Maar als je daar gewoon de flesjes bekijkt, dan is het echt heel erg duur. En bovendien, alles wat je zou verdienen dan op je klanten, daarvan zou je altijd de eerste $100 ook nog eens weer in moeten leveren aan spullen, zeg maar. Zou je daar weer spullen voor moeten kopen bij hun? Dat vond ik al heel erg verdacht. Vervolgens kwam ik er ook achter dat, ja, ze zeggen ze zijn zo duur omdat ze volgens het seed-to-seal principe werken. Dat betekent dus dat ze van zaadje tot het flesje alles in eigen hand hebben. Maar ondertussen zijn ze helemaal niet transparant in hun testrapporten. En zijn er ook blogs en vlogs op internet dat er wel degelijk synthetische componenten in deze olie terug te vinden zijn als de klanten het zelf hebben laten testen. Al met al reden genoeg, dus en heel duur en weinig transparantie. En dat multilevel marketing gebeuren waar je uiteindelijk ook weer voor betaalt en dus ook weer een deel van je geld moet inleveren, dacht ik van, genoeg reden om hier niet al te veel energie in te stoppen. Nu moet ik zeggen, die olietjes zijn wel heel erg lekker. Er zitten een aantal blends in en een aantal singles, zoals ze dit noemen. Dit is bijvoorbeeld een blend, het zijn gewoon mixjes. Dit is een single, dit is een blend, dit is copai, bij een soort hars. Ook mooie papieren erbij, hoe je het kan gebruiken. Dit is frankincense, dat is eigenlijk gewoon wierook, zoals we dit op z'n Hollands noemen. Ruikt echt super lekker en is goed om in hogere sferen te komen. Dus toen ben ik mijn onderzoekje gaan voortzetten van, nou, wat is dan wel een goed merk en betaalbaar merk. Heb ik allerlei vlogs en blogs gelezen en bekeken. En kwam ik op dit merk, Floriana. Even kijken hoor. Floriana. Dus in sommige gevallen wel een kwart van de prijs van Young Living. En hier leveren ze wel testrapporten bij. En heb je gewoon heel veel goede recensies. Kan je hiervan vinden op internet. Dus ik heb hiervan 2 soorten eucalyptus. Een smithy, die kan je beter gebruiken bij kinderen. En mijn vriend vindt eucalyptus ook niet zo prettig, maar hij is astmatisch. Dus ik hoop dat hij deze wel kan verdragen. Maar echte eucalyptus, dat is deze. Daar kan je dan weer goed mee schoonmaken. Dat is antiseptisch, dus een schimmeldodend, als ik het goed heb begrepen. Camille, tea tree. En dit is een spar met ook goede eigenschappen voor je luchtwegen. En ik heb ook geraniumolie gekocht. Dit is dan een ander merk. En ik ben een beetje geschrokken van wat ik op het etiket vind. Want het is een echte. Hier staat. Kan dodelijk zijn bij de stof inslikken in de lucht. Als het in de luchtwegen terechtkomt, veroorzaakt huidirritatie. Bla bla bla. Ook niet zulke hele fijne plaatjes. Zo van: hé, dat ga ik lekker verdampen waar mijn kind bij is. En op mijn huid smeren. Dan wel niet verdund. Dus hier ga ik nog even achteraan bellen. Want ik had het dus wel gekocht om in een gezichtscreme te verwerken. Dit moet ik nog even checken hoe het precies zit. Anders moet ik hier een andere voor gaan regelen.
Ik heb ook wat draagolieën, zoals je dat dan noemt, gekocht. Dus die etherische olietjes heb je maar een paar drupjes van nodig. En dat verdun je in een draagolie. Nou, daar heb je er ook weer 1 miljoen van, zo ongeveer. Met allerlei, allemaal eigen eigenschappen. De collectie die ik nu gekocht heb aan olietjes en andere spullen. Dus kom ik zo bij die spulletjes. Is op basis van een artikeltje op internet waarin er 9 verzorgingsproducten een recept wordt gegeven om je eigen dingen ervan te maken. En daar worden al deze dingen genoemd. En ook waarom en waar het allemaal goed voor is. Als ik er daadwerkelijk iets mee ga maken, dan zal ik daar dieper op ingaan. Anders wordt het een super lang verhaal. Naast deze olietjes, dus jojoba, amandel, castorolie en arganolie, heb ik betonietklei gekocht. Hiermee kan je tandpasta maken. En ook voor deo is het geloof ik goed. Het trekt allerlei afvalstoffen aan. Biobijenwas. Voor een lekkere vette crème maken. Kokosolie. Dat is volgens mij ook een component van deo. Even uit mijn hoofd. Shea butter of shea butter. Dat is ook dus voor in de crèmes. En zuiveringszout. Dit is zeg maar baking soda. Dit wordt veel gebruikt in schoonmaakproducten. Dus dit is mijn collectie tot nu toe. Oh ja, en dit is iets wat ik nu al wel gebruik. Dat is een zelfgemaakte allesreiniger. Ben er nog niet helemaal blij mee. Is demiwater met natuurazijn, zeg maar schoonmaakazijn. En een paar druppeltjes van die Thieves and Lemon. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden over de geur, dus daar ga ik nog verder mee aan het experimenteren. Voor de rest gebruik ik de diffuser wel eens, die je daar ziet. Zoom, ja. Dat wordt lekker door de kamer verdampt en ja, die geurtjes die hebben invloed op je gemoedstoestand of op je luchtwegen. En ik gebruik het ook wel bij mijn dochter als ze last heeft van haar huid of zo. Gebruik wel een paar druppels lavendel in een draagolie. En dan knapt haar huid enorm op. Nou, dat is zo'n beetje dus wat ik nu allemaal heb en wat ik ermee doe. En ja, voor de rest is het misschien goed om te weten dat dit puur hobby is. Ik heb 3,5 volger, dus ik zal niks ermee verdienen voorlopig. En ik ga dus ook niet met de Young Living gebeuren aan de slag. Dus dat is helemaal oké. Ik doe dit echt voor de hobby. Tussen de bedrijven door. Ik kan het dus ook niet uitgebreid regisseren. En mijn mooie kleedjes aantrekken en leuke make-up en zo. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Het is echt real life. What you see is what you get. En zo hoop ik jullie een inkijkje te geven in ja, wat je allemaal kan met natuurlijke spullen. Gaandeweg dat ik er zelf ook achter kom. Als je tips hebt of vragen of whatever je erover wil weten of reageren, doe vooral. Want ja, samen weten meer dan alleen. En ja, het is alleen maar leuk als het een beetje leeft natuurlijk. Oké, thanks voor het kijken. Bye bye.